Ben jij aan het beste seizoen ooit in jouw carrière bezig? Nou, we hebben nog 8 wedstrijden, dus ik vind dat te vroeg om te zeggen. Ik denk wel dat maart wel de beste maand uit mijn carrière is geweest. Ja. Dat durf ik nu al wel te zeggen. Ook al hebben we nog 1 wedstrijd, dus die moet ik wel natuurlijk goed afsluiten. Maar ja, zeker gebaseerd op statistieken is dit wel een hele mooie maand geweest. Maar goed, een seizoen is heel lang. Dat gaat met ups en downs. Ik denk dat het begin van het seizoen een stuk minder was. Maar naarmate het seizoen is gaan vorderen, is het wel steeds beter gaan lopen. Ja, want we gaan het zo meteen over het fenomeen vorm hebben. Hè? Dat Vlekken is in vorm, de keeper van Oranje. Jij bent in vorm. Hoe tastbaar is dat? Maar was dat anders geweest als die bal tegen RKC thuis? Die geweldige doelpunt waar zoveel venijn in zat. RKC uit. Als die er nou... Sorry? Nee, RKC uit. Oh, pardon. RKC uit. Ja, ja. Als die er nou niet in was gegaan, was het dan een andere maand geworden, denk je? Ja, die kans is wel groot, ja. Dat is wel heel moeilijk om daar precies de vinger op te leggen. Maar ik denk dat het zeker voor het team ook een hoop veranderde. Want op dat moment voelde je toch wel de druk en de spanning van... we moeten deze wedstrijd niet verliezen. Anders kom je misschien in het gezeur van de degradatie. Ja. Of in ieder geval de play-off plek. En door die wedstrijd te winnen, ja, dat gaf wel een soort extra vrijheid... en een soort extra vertrouwen aan het team. En ik denk... Ja, dat heb je ook gezien in die wedstrijden daarna. Daarna kwam natuurlijk Excelsior thuis. Ja. Ja, waar we in de eerste helft al over ze heen wervelden. En ja, jij vooral, maar ja. Nou ja, dat deden we met z'n allen natuurlijk. Tuurlijk, moet de bal wel krijgen. Ja, uiteindelijk. 3 goals, 2 assists, dan had je wel een aandeel. Dan had je, ja. Ik had een aandeel daarin, maar dat doe je uiteindelijk wel met z'n allen. En we kwamen veel meer op de helft van de tegenstander. Het was... veel rustiger en comfortabeler aan de bal. En ik denk dat wel mede dankzij die goal is tegen RKC. Ja. Maar ik denk dat vorm, als je in vorm bent, zoals je dat noemt, dan heb je geluk. Dan dwing je dat geluk op de een of andere manier af. Dan kun je een bal fout raken, of zoals hij tegen RKC, van afstand en die weken daarna. Maar dan gaat hij erin. En soms doe je alles goed, dan gaat die bal er niet in. Ja. En als we het dan toch over vorm hebben, ik zei al, Mark Vlekken die krijgt veel goede kritiek in de laatste wedstrijd tegen Schotland. Jij bent in vorm. Wat is het? Want we hadden het voor de uitzending al even over, ja, het is ergens een soort van geluk ook, maar ook weer niet, want je bent alleen maar in vorm als iedereen lekker erin zit en zo. Dus, wat is dat ontastbaar? Mag ik één woordje erin gooien? Zelfvertrouwen. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Jij bent spits geweest. Ja, superbelangrijk. Ik denk, en zelfvertrouwen gaat uiteindelijk ook weer gepaard met de prestaties die je levert op het veld. Dus wanneer je zelfvertrouwen hebt, zorgt dat voor goals. En andersom zorgen die goals weer voor nog meer zelfvertrouwen. Ja. Ja. Maar wat is bij jou de doorslag geweest? Is het dan ook bijvoorbeeld dat een Lomwijk jou voorziet van de ballen? Of, ja, zoals... Nee, ja, ik denk op een gegeven moment dat... wat ik merk dat voor mij belangrijk is, is dat ik ook een bepaalde structuur voor mezelf heb. Dus ik deel mijn weken echt in met het idee van op maandag ga ik dit doen, dinsdag dit doen, woensdag dit doen. En als ik die week op die manier beleef, dan weet ik dat ik alles zo goed mogelijk heb gecreëerd om in het weekend top te kunnen zijn. Ja, en als je dan merkt dat werkt... Dat doe je zelf, voor jezelf. Ja. Waar wij vroeger afhankelijk waren van de trainers die dat voor ons bepaalt. Vind ik wel knap. Dat ook structuur? Dat je de hele week plande voor jezelf? Nou, ik had vooral dingen die ik niet deed. Hè. Vanaf donderdag ging ik nergens meer op mijn kinderverjaardag of wat dan ook maar. Nee, maar goed, dat vind ik ook dat vind ik een deel van. Ik doe bijvoorbeeld altijd 2 dagen voor de wedstrijd doe ik core stability training en wat explosiviteit. Ik doe altijd op de dag voordat wij vrij zijn, in het begin van de week, doe ik zware krachttraining voor mijn benen. Ook omdat het belangrijk is voor mijn knieën natuurlijk. Ja. En dat allemaal zo inplannen, dat geeft mij in ieder geval het vertrouwen dat ik in het weekend... een maximale prestatie kan neerzetten. Ja, en als dat dan een aantal keer lukt, dan geeft dat het vertrouwen dat de goede weg is. Dat is ook bij voetballers zo. Dan gaat het goed, want dan ga je scoren. Ja. En dan ga je het ook niet meer veranderen. Nee. Weet je, als je bijgeloof is enorm. Ja. Bijgeloof, ja. Ja.